Yo mis, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Infected video hier op mijn kanaal Ras Game. Vandaag gaan we natuurlijk weer proberen om de Deatomizer of Deanimizer Strike te halen in natuurlijk Call of Duty Infinite Warfare in natuurlijk de game mode Infected. Voor de mensen die het niet weten, er zijn natuurlijk nieuwe wapens toegevoegd in Infected zoals je zelf ook kan zien. We beginnen hier ook met de sniper, dus dat is nooit echt heel erg fijn om mee te beginnen. Maar ja, daar kunnen wij natuurlijk ook niet heel veel aan doen. Welk wapen wij nou precies... Oké, we hebben geluk. Welk wapen wij nou precies krijgen. Maar we gaan gewoon kijken tot... What the fuck? Er ging hier iemand dood. Er ging hier iemand dood. What the heck? Maar we gaan natuurlijk even kijken wat wij hierin kunnen gaan verrichten. Dus jongens, vind je het nog leuk om naar te kijken? Ram natuurlijk subscribe op like knop. Holy shit, ik ben hier weg jongen. Want ik ben een beetje bang namelijk nu al. Sowieso natuurlijk bedankt voor de support. We moeten 25 kills maken natuurlijk voor de Deatomizer Strike. Dus ik hoop dat het ook gewoon gaat lukken. Ik ga de sniper niet heel veel gebruiken. Ik hou het eigenlijk een beetje bij de pistoolsen die we erbij hebben staan. Want die sniper, ja, daar heb je niet heel veel aan. Want je hebt er ook natuurlijk geen quickdraw op zitten. Het is zo dat als je nu niet meer inspant in Infected. Dus je gaat eigenlijk wachten dat jij automatisch Infected wordt. Dus er zijn nu zoals je zelf ook al ziet al 6 mensen Infected door die nieuwe update. Dus ja, we gaan gewoon ons best doen. En ik hoop... Oh. Oké, we gaan gewoon ons best doen met doodgaan. Dus meen je het serieus? Ik sprong er gewoon recht in. Ik ben gewoon in één keer dood. Nou jongens, die sniperpotjes, die zijn gewoon eigenlijk bijna onmogelijk, joh. Die hebben zulke kutwapens. Je hebt een pistooltje, dat is alles wat je ermee kan. Want die sniper kan je namelijk niet heel veel mee doen. Dus dat is super, super kut. En die pistooltje kan je wel wat mee doen. Maar die sniper is niet. Plus je staat nog eens stil. Als je die sniper rifle wil gebruiken natuurlijk. Oh. Dus je bent er best wel makkelijk mee dood. Dan lucky bastard daar hoor, gek. Hoppa, dat is er weer eentje neer. Zie je, dat bedoel ik dus. Daarom heb je echt... Met die sniper kan je niet veel. Je zag het daar gebeuren. Hoppa, die is ook dood. Leeft er nog maar eentje. Leeft er nog maar eentje. Zit hij hier niet ergens nog? Nou, zit hij niet. Waar zit hij dan? Nou, niemand weet waar die zit. Nou, er leeft er nog eentje. Ik heb zo... Ja, zie je wel dat die hier zit? Ik dacht het al. Ik zat hem al te zoeken. Ik dacht, hij moet toch hier ergens zitten. Maar je ziet dat die sniper... Infected potjes is er eigenlijk gewoon onmogelijk om echt goed in te gaan. Dus we gaan gewoon meteen door naar game nummer 2. We spelen 4 potjes in totaal. Dus ik zeg... let's go! Hier gaan we jongens. In natuurlijk het volgende potje op de map. Crusher. Ik heb geen flauw idee hoe het gaat. Oh, hallo. 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 Doei. Ik spreek je later wel. Iedereen laat me hier alleen staan. Oh, hij is daar infected. Hij was hier infected geworden, jongen. Holy shit, gek. Nou, dat hebben we in ieder geval overleefd. We moeten natuurlijk de rest van dit potje ook gaan overleven. Ik heb volgens mij, als ik het even goed bedenk, deze map nog nooit gespeeld in Infected. Dus ik heb ook letterlijk geen flauw idee wat ik hier moet gaan doen. Iedereen staat hier, oh. Ik weet niet of ze hier staan om mij te nijven en bij mij te gaan lopen schieten. Of dat ze hier staan dat het echt daadwerkelijk handig is om hier te gaan staan. Dus... Wacht, waar kan je gaan staan in deze map? Ik denk... Ik heb zo'n gevoel dat dit eigenlijk wel de beste plek is, als ik heel eerlijk ben. Kijk maar. Dit is gewoon de beste plek. Oké, we blijven hier staan, jongens. We blijven hier staan, want ik vertrouw er helemaal niks van, namelijk. Ik gooi mijn trip mij gewoon daar. Dit is echt de scheidmap, volgens mij, voor Infected. Nou, ik ben benieuwd, jongens. Waarschijnlijk gaan we meteen dood. Maar we doen onze best. 2 mensen op dit moment zijn er Infected. Er komen er vanzelf meer bij. Oh, daar gaat de derde. Dat bedoel ik dus. En we moeten echt goed gaan opletten. Ik weet ook niet hoe we hier weg kunnen gaan rennen op een gegeven moment. Want op een gegeven moment moeten we gaan rennen. Maar hoe komen we hier weg? Je kan door het midden, je kan daar overheen, maar daar... Ik weet het niet, ik weet het niet. 4 mensen infected. 4 mensen infected. Oh, daar kwam een troon uit, vriend. Ik durf er niet op af te rennen. Oh, 5 mensen infected. Ze komen dichterbij, ze komen dichterbij. Ze lopen nu al daar binnen. Opa, die kills van mij. Let's go. Let's go. Hij heeft daar ergens een tactical surge liggen. Oké, teammate heeft hem nog een keer. Teammate heeft hem nog een keer. Dit is echt heel goed opletten, deze man. Chip mij geen af. Ik wou net zeggen, jongens. Nog een chip mij geen af. Oké, nu komen ze eraan, jongens. Nu is het menens. Oké, ik ga iets dichterbij staan. Ik moet wel als ik kills wil krijgen. Oké, lekker, lekker, lekker. Dat zijn 2 kills erbij. Dikke killsteal, dat wel. Maar ja, dat boeit natuurlijk geen flikker. Als we de kills maar gewoon krijgen. Je ziet nu ook dat je onder 3 kills perks krijgt. Dus ik heb nu bijvoorbeeld quickdraw erbij. Wat natuurlijk sowieso handig is. En zo krijg jij, naarmate jij gewoon meer kills maakt, ook extra perks erbij. Dus ik heb nu steady aim erbij.
Dus dat is natuurlijk sowieso super fijn. Oh, er gaan nu best wel veel mensen neer. Er gaan nu best wel veel mensen dood. Kijk uit nu hoor, jongens. Ik wil niet heel veel zeggen, maar... Nu begint het hier langzamerhand wel menens te worden. 10 mensen infect op dit moment. Als we dit niet met z'n allen kunnen overleven, dan gaan we beast. Maar dan moeten er niet meer... mensen doodgaan. Wat een kut dit Mark was dat, joh. Holy shit. Wat een poep dit Mark. Ik pak heel eventjes mijn pistools erbij, denk ik. Kijk uit hoor, jongens. Want ze gaan nu echt komen, namelijk. Wow, yo, jongen. Ik ga rennen. Deze game is zoveel moeilijker geworden, hè. Puur doordat je gewoon... Je kan niet meer genoeg springen. Ze hebben... Shit, jongen. Het is zoveel moeilijker geworden, hè. Hoeveel kills had ik? 11 kills had ik. Het is zoveel moeilijker geworden. Puur omdat je thruster, je jumps... Die kan je niet meer non-stop uitvoeren. Dus je kan 2 keer springen. En dan moet je echt gewoon een paar seconden wachten voordat je weer kan springen. Dus het is vele, vele malen moeilijker geworden deze game mode. Shit. We beginnen wel lekker 11 kills. Dus we gaan gewoon door naar het volgende potje. We gaan het gewoon opnieuw proberen. Ik hoop op de map Genesis met een FAR of zo. Dat is super chill. Dus we gaan door, jongens. Naar het volgende potje. Hier gaan we dan, jongens. In natuurlijk alweer het volgende potje. Het is op de map Retaliation. Met natuurlijk weer een sniper rifle. Waar ik niet heel erg blij mee ben. Maar, oh my god, ze volgen me. Nee, hè, daar hou ik niet van. Daar hou ik niet van. Oh, oké, we hebben geluk. Alright, dat gelukje hebben we sowieso in de pocket. Dus dat zit goed. Alleen, we hebben dus een sniper rifle gekregen. En het is zo lastig om met die sniper rifle goede kills te krijgen. Dus, ik hoop dat het een beetje gaat lukken. Geen flauw idee. Maar we gaan het zien. Iedereen staat hier, oh. Iedereen staat hier, oh. Of dat een goed teken is of niet, dat weet ik dus eigenlijk niet. Oké, er is daarin dood gegaan. Dan denk ik ook dat hij zo meteen hier naartoe zou komen. Ik alleen uitkijken voor mijn eigen trip, maar. Oh my god, hij zit op een paaltje, zie je dat? Briljante plek, nice. Awesome, dat ken ik niet. Weer wat geleerd dat je op dat paaltje kan. Hij rent weg. Hij is helemaal weggerend. Ik ben bang. Ik ben gewoon nu al bang, terwijl er maar 3 mensen... Daarom ben ik bang. Terwijl er maar 3 mensen infect zijn. Ik heb die scavenger pakketjes nodig. Je moet echt scavenger gaan oprapen hier, oh. Want je kan nu eenmaal minder ver springen. Minder lang springen. Plus je hebt zo'n kutwapen. Dus je hebt sowieso... Wat je ook zegt en wat je ook doet. Je hebt sowieso... Oh, trip my kill. Je hebt sowieso de scavenger pakketjes nodig. Want met die sniper kan je eigenlijk bijna niks doen. Dit is echt spooky, jongen. Kijk hoeveel mensen hier staan, gek. Kijk hoeveel mensen hier staan, jongen. Kijk uit hoor, jongens. Zo. Er zijn al 7 mensen dood nu. Dit gaat te lastig worden. 8 mensen dood. Teammate opletten, vriend. Ik heb genoeg ammo in ieder geval. Dat heb ik sowieso goed. Oké, ik ga ook rennen, doei. Nee! En ik ga rennen, hij komt eraan. Shit, iedereen ging bij me weg, jongen. Iedereen ging opeens dood. In één keer was iedereen dood. Ja, die snipers zijn... Ik heb 8 kills. Ik heb gewoon de meeste kills van deze lobby. Maar die snipers zijn lastig, jongen. Die snipers zijn echt te moeilijk, hoor. Je kan er gewoon helemaal niks mee doen, gewoon. Niks, noppes, nada, joh. Lichten ze hier niet, echt? Ik dacht dat ze hier lagen, joh. Het zou wel. Geen flauw idee waar ze zijn. Ik ging hier dood, man. Hier ligt mijn lichaam. Volgens mij... Nee, dat ben ik niet. Misschien ben ik dat wel. Er leeft in ieder geval nog 1 iemand. Je ziet hoe moeilijk dit is geworden nu, infected, joh. Shit, man. Ik moet meer kunnen springen. Hallo, teammate. Hallo, ja. Ik heb geen zin om de laatste te zoeken, weet je. Dus ik laat daar mijn teammates over. Nou, jongens, we gaan meteen door naar het volgende potje. We gaan gewoon lekker door, want ik vind het leuk. Dus op naar game nummer 0. Lekkere kill, Camiro. Oh. Wat nice deze vent. What? Wauw, op naar game nummer 4. Oh shit, hij zit naast me. Hij zit aan die kant van de map. We zijn hier, jongens, in natuurlijk het volgende potje gekomen. Degene die als eerste effect is geworden, die zit daar ergens. Hij is nu dood. Oké, dan kunnen we... Ik moet aan de andere kant... Oh, kut, er gaat opnieuw iemand infected worden. Er gaat opnieuw iemand infected worden, want hij is geragequit.
Rage quit, motherfucker! Oké, we moeten heel veel opletten nu. Want ik wil natuurlijk niet degene zijn die nu als eerste infected wordt. En ik wil ook niet meteen dood. Echt waar, jongen. Je schoot op mij, daar schrik ik van, ja. Wil je dat even niet meer doen, alsjeblieft? Oké, let's go. Plak hem op het dak. Dat zien ze niet zo snel, namelijk. En dan moeten wij de kills gaan oppakken. Throwback it is. Dus laten we eens even teruggooien naar de die Atomizer Strike. Dus één iemand infected. Nathan Quinten. Nummertje 62. Dus als hij even een kill pakt met zijn spas, dan kunnen we wat verder op aflopen. Want hij heeft nu nog zijn spas in zijn handen. Dus ik ben nu natuurlijk nog een beetje bang dat hij ons killt. Oh, hij heeft al een andere kill. Hij heeft hem met zijn knife gepakt. What the fuck? Nee, dat is sowieso één kill voor mij. Ik snap niet waarom heel veel mensen met de eerste kill die ze moeten maken, waarin ze gewoon een spas in hun handen hebben, of een ander wapen, dat ze die altijd pakken met een knife. Althans, heel vaak pakken met een knife. Want je hebt gewoon een ander wapen in je handen waarmee je ook kan schieten. Dus ik vind het gewoon grappig. Twee mensen infect op dit moment. Ik weet niet waar ze zijn. Oh, daar gaat er eentje dood rechts van me. Nog eentje rechts van me. Ze zitten blijkbaar... Oh, ze zitten allemaal daar, oh. Daar zitten ze op dit moment. Maar ik durf daar niet naartoe te gaan. Ik wil wel. Maar ik durf niet. Hier, daar ging wel iemand dicht bij ons dood. Ze moeten een kill gaan maken. Ze hebben nog 1 minuut. Dus die twee mensen die infected zijn, die moeten wel snel het roer om gaan gooien. Want anders gaat het hier niet goed komen. Jongens, ze staan hier echt met veel te veel mensen gewoon, hè. Trip my kill. Kom op jongens, jullie zijn 1 om 7, 0 om 7. Wie gaat de kill pakken? Er staat al één iemand. McGregor staat 5 om 0 in ons... Oh, nee, ik zag er één. Ik weet niet wat hij aan het doen was, maar ik heb de kill. Ik vind het best. 4 mensen infected nu. Ze hebben wel wat kills gepakt dus. Terwijl ik daarop afliep. Gelukkig ben ik het niet. Ik durf daar niet naar binnen te gaan hoor. Iedereen rent rond als een motherfucker. Maar het belangrijkste oppassen. Dan moet je wel in je hoofd onthouden. Iedereen is aan het rondrennen, jongen. 5 mensen infected. Dan zal je zo meteen zien, degene die weer doodgaat ben ik. Let maar op. 6 mensen infected. Thanks, teammate. Voor de hulp. Eventjes. Hij gaat er gewoon op af, jongen, die vent. Wat een baas. Oké, 8 mensen infected. Nu gaat het menens worden. Nu moet ik ook terug gaan trekken. Ik moet langzamerhand terug gaan trekken. Oké, trip my kill hebben we niet veel aan. Die had ik natuurlijk op het dak geplakt. Ik ben hier weg. Het spijt me. Kijk, ik weet niet hoe lang we hier gaan overleven, maar we staan nu hier. En we kunnen hier helaas... Voor hoe het er nu naar uitziet. Ik ben hier weg. Oh my god, oh my god! Weer in het marker van zo dichtbij! Ik had 13 kills! En weer in... Oh, maar ik ben echt de Sjaak. Ik ben echt gewoon... Ik ben altijd de Sjaak gewoon. Zo dichtbij en dan krijg ik een hitmarker. Ik moet of meer gaan inzoomen of ik moet gewoon andere wapens krijgen. Ik stond tegen die vent aan, jongen. Shit! We hadden wel veel kills. Dus ben je nog 1 potje, jongens. Het allerlaatste potje. Dus let's go. Hier gaan we, jongens. Het allerlaatste potje van vandaag. Waarom? Waarom is het altijd het laatste potje dat ik speel dat ik als eerste infected word? Waarom? Ik had het niet eens in de gaten in eerste instantie, hè. Ik had het niet eens in de gaten dat ik als eerste infected was. Hoppa, er is weer eentje neer. Dat is al nummer 3. Dan zijn we met z'n drieën, jongens. Nou, kom op. Dan moeten er meer worden, dit, hè. Die 2, go. Oh my god, ik heb er weer 2. Ik heb er weer 2. Let's go. Oké, nog 13 mensen te gaan, jongens. We zijn er bijna. Hop, weer eentje erbij. Oh my god. Oh my god, ik gooi de troonlijf tussen hun allemaal in gewoon. Zonder 4 mensen. Ik gooi de troon even tussen allemaal in. Weer eentje minder. Weer eentje minder.
Oh, ah, lucky bastard, jongen. Ik heb er gewoon al 7 genaaid op dit moment, jongen. Hoppa, weer eentje erbij. Hoppa, weer eentje erbij. Lekker teammates, pak die maar op. Die mogen jullie pakken, ik ga er vandoor. De rest zit aan deze kant van de map, dus laten we eventjes een rondje door de map gaan rennen. Nog maar 2 te gaan. Dit is echt niet normaal hoe snel dit gaat, joh. Hij zit hier. Hoppa, weer eentje erbij. Er leeft er nog maar 1 en die ligt hier, oh. Die ligt hier. Hoppa, 2. 11 mensen genijfd. 11 mensen genijfd. Dat is ook gewoon iets op zich waard. En ik sta niet eens fucking eerste, jongen. Wat een onzin. Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze video. We zijn alsnog 1 keer zelf infected geworden. Maar we hebben wel echt superveel mensen genijfd. Je ziet dat die sniper eigenlijk net zo moeilijk is. En je ziet dat infected in het algemeen gewoon veel moeilijker is geworden. Want, ja, je kan gewoon niet meer genoeg springen. Je kan niet meer genoeg heen en weer bewegen. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als je hebt genoten, dan natuurlijk elkaar dat like. We hebben ons best gedaan. Daar komt dan natuurlijk uiteindelijk op neer. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Heel erg bedankt voor de support. En hoop ik ook weer tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.